Utrechtse Spar schaft kassa af. Supermarkten zonder cashières en winkels waar je niet meer met cash kan betalen, die waren er al. Bij de Spar op de Utrechtse studentencampus De Uithof gaan ze nog een stapje verder. Vanaf vanmorgen hoef je niet meer langs de kassa. Klanten scannen hun boodschappen met de telefoon en met betaalapp Tiki worden ze afgerekend. Pak eens even één croissantje eruit en dan moet ik hem dus gaan scannen. Yes, hij staat erin. Ja, het lukt wel. Ik moet even wennen aan het scannen van. Maar in principe is het gewoon je telefoon erbij pakken, barcode erbij en... Nou, het skippen is één. Stel dat je de app nog niet hebt gedownload, dan download je eerst de app. Dan kom je bij de homepage en daar staat bijvoorbeeld skippen. Hè. Daar staat dan skip the line. En ja, dan ga je op een gegeven moment gewoon scannen. Dan scan je de producten die je bij spreken wil hebben. Druk je eigenlijk op de button Tiki. Dan ga je naar Tiki. Dan krijg je de bekende paarse scherm van Tiki. En dan druk je op wel of niet met vingerafdruk of wat dan ook, of met een code. Bevestig je dat, zeg maar. En dan kom je terug in onze app en dan krijg je een QR-code met great succes. En dan loop je naar de skippaal om te kijken wat je in dit geval gewonnen hebt. En dan, ja, de ene keer kan het een gratis lunch zijn, de andere keer kan het een gratis koffie zijn. Meestal doen de kassen het hier niet of het is hartstikke druk en je wilt even iets halen. Ja, dan is dit wel handig. Want ik ben een heel ongeduldig iemand en zo'n app, ja, je slaat gewoon de rijden mee over en dan done. Is het al in je opgekomen om het gewoon stiekem mee te nemen en weg te lopen? Ja, daar denk je eigenlijk altijd wel aan, alleen ik betaal toch liever wel, weet je. Dat is wel zo netjes. Wij als bedrijf zitten heel erg op basis van vertrouwen. Dus dat doen we met onze teamleden, maar ook richting de klant. En dat houdt eigenlijk niet anders in dan dat je eigenlijk gewoon probeert de klant het vertrouwen te geven. En wij hebben gemerkt, ook tijdens het testen en al natuurlijk ook in de 5 jaar ervaring met onze 100% self-checkout, ja, dat vertrouwen geven ook vertrouwen terugkrijgen is. Ja, hetzelfde probleem als net altijd. Er zit nog een bug in blijkbaar. Oh. Wat gebeurde er nou net? Nou, mijn app die hield ermee op. Ik had een mandje vol met mijn producten natuurlijk en hij was opeens ervandoor. Nou gaat het niet altijd goed, zagen we net. Nee, nou ik zag net jou inderdaad met een student even pielen om ze maar even uit te drukken. Maar ik zag in mijn ooghoek ook dat het 4G is. Nou, je kan hier naar boven kijken, we zitten midden in het beton. En dus 4G werkt niet heel lekker, want het blijft natuurlijk gewoon toch een internetverbinding die je moet maken. En het is ook nieuw, dus we zullen echt nog wel tegen kinderziektes aanlopen. Dat vind ik ook bij vooruitgang horen. Je moet af en toe ook gewoon even op de blaren zitten, maar we gaan er gewoon komen. Ik ben niet de jongste meer, ook niet de oudste, maar ik zie wel als je niet meegaat en leert van hoe digitaal werkt, dat je dan heel erg achterraakt in deze maatschappij. Ik kan dit nog net, maar mijn moeder van 90 zou hier niet meer in mee kunnen. Mis je niet een gezellig gesprek met de cashière? Ja, nu je dat zegt, is dat wel een beetje een vorm van communicatie die je dan wel mist. Maar voor jezelf, als je net iets snel wat nodig hebt, dan ben je zo in een minuut weg. En dan is het wel fijn als je dat allemaal niet omheen hebt, zeg maar.